toen de oorlog begon, dat weet u nog. Ja, zeker. Maar hoe was het hier toen? Want toen was u volgens mij 20, of niet? Ja. Maar weet u nog, hoe was het in die tijd? Zag u het aankomen, die oorlog? Nou, ja. Werd er in die tijd al veel over gesproken? Ja, natuurlijk, want Duitsland viel over op binnen, hè. Ja. Die was eerst, het begon als de Polen binnen wilden en toen heeft Engeland Duitsland de oorlog verklaard. Ja. En toen werd er allemaal over gepraat, maar ze werden dan doog dichter, want ze zeiden, de Eerste Wereldoorlog was neutraal, ik kom hier toch niet in. Ja. En dat was een misrekening. Ja, dat was zeker. Want 10 mei toen kwam je toch. Ja, 10 mei, hè? Hè? 10 mei toch? 10 mei, ja. En die dag, kun je die dag nog omschrijven? Ja, zeker, heel goed. Maar hoe was het weer toen? Nou, het was mooi weer. De seringenbossen en zo, die begonnen net te bluiden. Maar waar woonde u toen? Toen woonden wij aan de Wifvaart. Nog in dat... Bij de Muren. Met het eerste stenen huis van Dedersvaart nog, in die tijd? Nee, daar woonden wij toen niet meer. Ja. Wij woonden toen een Bentie of de Meulaan. Oké. Okay. Zeg maar... Van de Graaf. Van de Graaf. Ja, oké. Okay. En daar woonden we toen. En toen midden in de nacht, ja, mijn ouders werden wakker. Want toen was allemaal vliegtuigen in de lucht. En het is oorlog. Ja. En toen, de Ruud, en er was geen lawaai, jongen, die vliegtuigen die vlogen hier allemaal over en naar het westen toe. En, toen zeggen we, ja, wat mogen, want die wisten je nergens van hoe het ging. Ja. Nou, en toen, toen was het misschien 4 uur of zo. En toen zei mijn vader, laat maar gaan melken. Ja. Dan hebben we dat vast gedaan. En toen waren we melken en toen waren we aan het melken. Oh, dat vergeet ik nooit weer. Want toen leerden ze de bruggen springen. Hier in het dorp hier? Hier in, oh ja, al die bruggen. Ja? En dan over lange weken, daar was nu de rotonde, daar lagen twee bruggen. Ja. Eén over de Galgwieken en één over de lange weken. Ja. En toen sprong de... Die leunen ze springen en de groen die sprong met zo'n einde van de grond af. En maar die schrokken natuurlijk niet ook. Ja. Nou ja, goed. En toen... Ja, toen ben je gaan zitten. Want toen het was Pinksteren. Ja. Zeg maar... het was hier binnen viel het in mei. Maar net voor de Pinksteren. En dan ga je met de buren bij elkaar en die praten erover. En toen ineens, tegen een uur of 8, toen kwam de commandant, die hier met de troepen lag aan de grens, bij Hardenberg. Die kwam er op de motor langs en die zei, ze zijn de grens gepasseerd. Ja. En toen na verloop van een paar uur, zeg maar. Ik moet hem de gordijnen. Huh? De zon valt mij erin, wacht hem. Dat is precies zonde. Oh ja, dat is ga je. Ja, nee, maar dat geeft niet meer. Het schiet me in de ogen, hè? Nee, in de camera. Oh? Ja. Ja, het schijnt precies in de camera. Ja, hartstikke goed. Ja, nou, en toen zaten we even tussen. Maar de commandant. Welke commandant was dat, hè? Die namen weet ik niet meer, maar nou zien. Maar een flap er al, weet ik wel. Want de jongens die leurden achter. Ja? En hij zelf ook dat hij achter de IJzerlinie kwam. Maar was toen al in die tijd, maar toen was het hier al belegerd door de Nederlanders? Aan de Nederlanders al een leger aan de grens liggen dan? Mm. Ja? Grensbewaking noemen ze dat. Ja, dat bedoel ik. Ze hadden overal van die kaarsenmappen gemaakt. Wat is dat? Dat is... Nou ja, een ding van beton in de grond voor het machinegeweer. Daar hadden het machinegeweer in staan. En nu, ja...
Die waren in dorp verschillende dingen. Beurden, weet je dat? Beurden, nee. En het einde van de lange weekend. Ja. Dat draag je nu zo dat. Ja. Weet je dat? Ja, ja, ja. Nou, I know, de lange week afkomt. Ja. En deur voort. Ja. Dan hij daar, dan kwam dat bij elkaar. Ja. En dan hij dat ding over. Ja. Achter de vaart. Dat dan ze zo'n kaarsen matten maakt. Ja. En dan lagen de soldaten in. Die waren ingekwartierd bij die boer op de hoek. Oh, zo. Ja. Maar dat was al voor de oorlog. Dus ze lagen er al een tijdje. Ja, die ben in 39 ben die daar gekomen. Oké. Okay. Kijk, en hij in Tolstok. Daar zaten nog jongens lang door. Ja. En die, dat ding dat stond, was nu de Uzo-school. Ja. Waar die best hebben, hè? Ja. En daar stond daar aan ook zo'n. Die regen dan op die bruggen, dus, weet je wel? Nou, daar bij de wat nu de Rotonde is. Ja. Dus er was water allemaal. En op die bruggen. En daar was dat ding op gericht. Maar ja, en dan anderen op de weg, zeg maar, een eindje in deze kant naar de bruggen, tankversperring zogenaamd gemaakt. Ja. Dat waren betonblokken met stukken ijzers erin, schuin allemaal. En dan, die stonden midden over de weg. Oké. Okay. Maar het was allemaal flauwekul, want ze lachten erover. Ja, maar op welke dag kwam, maar 10 mei, op wat voor dag was dat dan? Dat was... Ik denk een vrijdag. Of zo. Maar wanneer kwamen hier dan de eerste Duitsers Delersvaart in dan? Die kwam Delersvaart in over de Verhoorns-Hoofdwijken. De Van der Hoorns-Hoofdwijk, wacht even hoor, dat is... De Magnolia weer, hè? Ja. Nou, dat denk ik wel. Oh ja, ja. Daar kwamen ze Delersvaart in. Want ze hadden ze wacht, want ze lachten erom, maar dat ze die bruggen in de lucht springen. Maar ze kwamen bij Anberg, daar ben deur overal, binnenweg is over. Ja. En hier zo over. En toen kwamen ze hier bij Deurf, weet je, zeg maar vanaf Eemse. Ja. Iets verder, nee, hoe heet het, nou ja, daar, bij de Witte Paul. Ja, 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 ja. Ja, ja? En dan hangen ze Deurf weer op. En toen kwamen ze door allemaal, nee, ze durfde ik over Zwarte Pad niet. Oké. Okay. En daar, voor aan de Hoofdwijken, daar woonde een NSB'er. En toen stond een, maar dat denk je dan nooit aan, maar later kom je erachter, dan stond een stapel witte steen. Ja. Aan de daar, aan de kanten van het water stonden. Achteraf bleek dus, dat de Duitsers wisten, die duurden dat in de haren. En ik kwam van achter, van Deurfwijken daar naar voren. En daar gingen ze, daar lag, zeg maar, bij Arie Rens. Ja. Arie Rens. Daar lag ook een brug over, ja. De voort. Ja. En daar moesten ze naar gaan dan over. Maar hier kwam het hele oude leger binnen. Van Duitsland? Ja, en dat waren als perenvolk. Okay. Dat was een verouderd leger, want we waren allemaal al moderniseerd en motorisch. Hoor. Ja. Maar het oude leger anders ook. Dus peerden met kanonnen en wagens en dat. En die kwamen vanaf de Van der Hoornswijk hier Delersvaart. En die kwamen hier Delersvaart in. Ja. Maar ja, stonden toen veel mensen buiten om te kijken hoe die Duitsers binnenkwamen eigenlijk? Mm-hmm. Waren er veel mensen op straat wie, toen die Duitsers zagen aan? Nou, niet op straat, want je wist niet. Was eenmaal, die waren onwetend, ik wist ook niet wat er gebeurde en wat ze deden. Ja. Maar ze deden niks, ze lachten wat. Jullie hebben Pinksteren en wij moeten vechten, zeiden ze. Ja? Ja. Maar waren te veel, hè? Ja, dat ging wel niet zo duur. Maar dat was het oude leger, dus er waren ook een boel boeren mensen die als vlak aan de grens en zo woonden al dit en woonden. Maar die moesten in één keer weer het leger in? Jazeker, ja. Die moesten wel. In het laatste waren ze ja, hier aan de voort wonen, Herman Wigger. Nou, die had in de Eerste Wereldoorlog alle vechten. En die werd ook nog weer opgeroepen. Ja, maar ook maar die Duitsers dus ook, die Duitse soldaten die hier kwamen dus ook. Er waren ook, maar die woonden toch aan de grens, toch?
Nou ja, allemaal niet natuurlijk, maar het was ook omdat Peervallig was. Ja. Ook een boel mensen, boerenvallig ook. En er waren de bij die zo vlak aan de grens woonden. Ja, zo. ja. Dus die kon wel gewoon mee praten. En nou ja, en zo ging het maar door. En dan was het donker en dan bleven ze staan, zetten ze de peren bij Arie Rent en zo overal, zetten ze vast in de wagen neer en erover nachten ze dan. En dan de andere dag gingen ze weer verder. Maar waar gingen die Duitsers heen? Want ze kwamen hier langs, maar waar gingen ze dan heen? Nou, die gingen hier over de Balg ja. En van de Balg naar Meppel en zo deur. En dan, toen gingen ze naar de Asperdijk. Oh ja. En in de Asperdijk, daar hebben ze heen, want daar konden ze niet langs. En daar hebben ze, later kwamen auto's met lichten kwamen hier weer terug. En die gingen dezelfde weg weer terug. Ja. Want die brug over de voort was niet aan de Nederlanden springen. Ja. Dat was de enige brug waar ze over konden. Hè. En dan gingen ze hier weer langs met die lichten naar Duitsland toe. Okay. En op zoek van de Asperdijk, god, hoe heet het nou? Bij Zürich, hoek van Afsluitdijk. Ja, bij Zürich. Dat is de Frieslandkant, is dat? In Friesland, ja. Dat is Zürich daar, op dat puntje daar zo. Ja, nou, ja, dat is ook nog een aparte naam. Maar daar lagen ze natuurlijk ook kazematten. Maar dan hadden ze aan weerschaan een kanonneerboot liggen. Wat is dat dan, een kanonneer? Een oorlogsschip. Oh zo, ja. En die mijnen ze daar allemaal aan weerschaan. Daar ben je ontzettend veel Duitsers gesneuveld. Okay. Ze kunnen er niet overkomen. Nee, nee. Oh. Maar er zijn toch ook, Duitsers hier in het dorp gekomen? Ja, dus toen de bidding bezadigd was, zeg maar, toen begon ze daarmee. Want wel niet voor de oorlog, ook een luchtwacht. Ja. En die zaten op de scholen. Op welke school dan? Huh? Op welke school zaten die dan? Op de Tinslagschool. Oh. En dat waren Hollandse vrijwilligers. Ja. En die moesten dan Achim. Als er vliegtuigen overkwamen, wat voor soort vliegtuigen? Ja. Als ze moesten dat melden, zeg maar als het een Duitser was, ja. Dan moesten ze dat melden, ja. Dan vlag een Duitser, Jonker of nou ja, ja. Was die ding niet. Ja. En dat, maar, zeg maar toen de Duitsers kwamen, met die jongens allemaal weggevlucht. En toen ben ze naar Zwartsluis. En daar ben ze op de boorden gaan en ben ze de zee overgevaren ja. Naar Holland toe. Je hebt daar toen een paar weken gezeten in Holland. Ja, want anders werden ze hier opgepakt hier? Nou, die jongens die waren als soldaat, ze zaten in het leger. Ja. Weet je wel? Dus, en die waren natuurlijk benauwd. Die waren niet opgeleid om te vechten. Maar dat waren zuiver van de luchtwacht. Ja. Posten die Achim moesten op lucht, ja, op de ja. Vliegmachine. Ja. Maar het waren geen echte soldaten die in het leger zaten. Nee, ja, ze waren wel een onderdeel van het leger. Ja. Maar het waren, er zaten ook jongens bij die nooit in dienst te west staan. Ja. Ja. En toen, als de Duitsers kwamen, toen ben ze allemaal weggevlucht. Ja. En dan zie je de zee over en nou ja, we waren gewoon, zeg maar, in Kuzen. Ja, en ben ze wel gehouden weer. Maar. Kijk, en die bent later weer gekomen. Toen met verloop van een paar weken, toen alles weer rustig was, ja, toen ben ze weer teruggekomen. Ja, want werd het toen in die tijd ook, ja, was het, werd de sfeer anders in Delersvaart toen die Duitsers hier ja, waren? Ja, natuurlijk. Toen kwam de NSB naar voren met een grote bekken. Dat begon direct al? Ja, toen ze deden de verre oorlog ook al wel, maar niet op die mate. Maar toen de Duitsers waren, toen kregen ze moed. En toen dachten ze, nou, er kan ons niks meer gebeuren. Dus toen kwamen ze naar boom. Ja, er waren voor de tijd was het ook wel bij NSB. Niet allemaal, er waren ook genoeg die zich niet voordeden als NSB, maar in wezen maar waren. Dus toen moest je ook altijd
zo voorzichtig willen wij zijn. Ja, maar je kon eigenlijk niemand meer vertrouwen. Maar je kunt geen mensen meer vertrouwen. Niemand. Of nou ja, een hele, hele goede verwanten. Ja. Boezemvriend. Hij wist nou, dat is steeds goed. Maar hij weet in twijfel, ja, dan heel huwelijksjaars, dan vertel niet. Maar waren die dan in het dorp veel RSB's? Ja, hier waren er nog. Maar hoe was dat in die tijd al? Ik heb die vorige al laten zien. Ja, ja, ja. Nou, die schuren zat vol van de kringleider van Klaas Rijnen. Oh, dat waren NSB'ers, hè? Maar allemaal NSB'ers. Ja. En toen kwam Mussert hier spreken. Ja. En even in de koestal aan zijn schone maakt. En er zaten al die NSB'ers. Dus ja. Kijk, toen aan zes we zijn. Maar gaf dat toen niet een hele gespannen sfeer dan? Ja, natuurlijk. Het was wel zo gespannen als wat. En net als je ook al zegt, je kunt geen mensen meer vertrouwen. Nee. Want die dan je beleefd ja. Maar wat? Ik kende mensen die deurden, net als ze dan oranje gezet waren, dat ze zelfs een uur gezegd, ik kon geen kopje van W.M. Quarry achter de revers aan, ja. Maar wel Duits gezin waren. Oké. Okay. Kijk, die keken de kat uit de boom als het misging dan. Ja, ja. En als het wel goed, dan waren ze als dan ineens, als Duitsland dat gewonnen had, dan waren ze aan het beheer. Ja. Dan kwamen ze er vooruit. Ja, 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 ja. Nou, dan konden ze twee kanten op. Ja. Juist. Ja. Goh. Maar er is toen in die tijd wel heel veel gebeurd dus. Ja. Weet je nog, zeg maar, wat was het eerste geval hier in Delersvaart wat heel veel indruk gemaakt heeft? Een bombardement of een... Ja, dat kan ik niet meer allemaal uit elkaar houden. Maar ook, zeg maar... Dus de Engelsen kwamen vliegen. Ja. De Engelsen die kunnen vliegen en die hadden niet meer benzine tot aan de grens van Duitsland. En dan moesten ze weer aan, anders konden ze niet weer terugkomen. Ja, ja. En toen kwamen ze op het idee om een reservetank te maken. Ja. En die maken ze eerst van aluminium. Ja. Maar omdat ijzer, aluminium en koper en al dat spul en allemaal voor de oorlogsindustrie gebruikt werd, ja, kun je dat dan niet missen. Oh ja, ja. Want in de oorlog is een heleboel ook uitgevonden. Ja, 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 ja. En maar zoals de biotica, dus penicilline, die is in de oorlog. Dat is pas eigenlijk gebruikt. En dat werd gebruikt voor de soldaten? Voor de gewonde soldaten. Maar toen merkten ze er niet meer van aluminium, zink, ja, zeg maar. Ja. Maar toen deden ze van papier, geperst papier. Een tank? Een tank. En dat kan? Een reserve tank. Ja. Voor de vliegtuigen, voor de benzine. Ja. En als ze dan hier waren, dan was de tank leeg. Ja. En dan gooiden ze die af. Oké. Okay. Als ik een keer zo machtig benauwd was. Ja. Ik ben op het land. En het was mistig. En de vliegtuigen kwamen weer aan. Ze leunen niet weer over. En in die jurk, boef. Woef, ja. Woef, dat werd steeds luider. Ja. Dat ik werd doodbenauwd, ik kon op de grond liggen en ik dacht, ja, ga liggen. En nou ja, toen, na een verloop van tijd, hield dat op. Ja. Als hij aan de grond is, dan hoor je het niet meer. En toen later kwamen we erachter dat het die reservetanks waren. Want die, als ze leeg waren, dan gooiden ze los. Want die jagers konden nog sneller
manoeuvreren, hè. Als ze met die Duitse jagers aan vechten waren, dan waren ze sneller, hè. Maar als ze dat grote ding eronder hadden, dat hield natuurlijk ook de boel op. Dus dan waren ze sneller en hadden meer kans om te winnen met zo'n ding erin. Ja, maar kwamen in die tijd hier dan veel vliegtuigen over? Oh, duizenden. Ja? Als het mooi weer, zo weer was het nou, dan was de hele lucht wit van de strepen. Allemaal als strepen. Zeg maar, van die condens, hè? Ja, van die vliegtuigen. Van die vliegtuigen. Maar is het hier dan 5 jaar in Dedersvaart? Hebben jullie 5 jaar vernomen dat je oorlog had? Jazeker. Jazeker, tot de laatste dag aan toe. Want het is toen de Duitsers binnenkwamen, toen was het, kon je direct vernemen van, oh, het is oorlog. Gaan jullie toen ook direct slechter als... Nee, we veranderden niks. Ja, niks. Toen kwamen de bondkaarten en dat spul. Zeg maar, ging alles op de bond. En was alles beperkt. En dat merk je wel en ik kreeg direct regels, hè? In Duits, allemaal aan de plak aan de gemeente, wat wij mogen en niet mogen. Hier met het oude gemeentehuis hier, aan het kanaal, al was dat al? Ja. Dat werd het aan de plak, als we nemen, en in de kranten. Maar was de krant dan van Nederland of van Duitsland in die tijd? Nou, die kon niet meer van die kon niet meer van Engeland schrijven. Die moest dan van Duitsland schrijven? Ja, als we. Nou, kijk, ik kon natuurlijk ook neutraal. En ook plaatselijke dingen aan, die kon je wel gewoon schrijven. Maar ze kon niet over de oorlog schrijven dat de Engelsen weer wat worden dan, of als ze dit wat of dat. Dat kon niet. De Telegraaf was een echte Duitse krant. De Telegraaf. Maar, ja, ook, ja. Ja. Kijk, en dat had je wel. En de radio's moest nu heen leven. Ja. Dus. Er werd toch heel veel radio's toch verstopt, toch? Ja, ook wel. Ja. Maar de meesten werden niet geleverd. Okay. Want de mensen waren ook bang, hè. Zeg maar, ja, je wist nog niet wat er boven de koppen. Dus als de Duitsers zijn dat mij doen en zo moet gebeuren, dan doe je dat. Want als je niet doet, dan halen ze op en dan ga je de kamp in. Ja. Kijk, maar er waren genoeg mensen. Een buurman van mij, die had de radio ook wel, die ging iedere avond in de lusten. Dan hadden ze dat ding daar weer vandaan. En dan zaten we te lusten, de Radio Oranje. En wat was er dan op die radio? Nou, dat bericht. En dan had je ook een... Dan zijn ze dat het was ging. Hè? Ja. Kijk, maar er waren een boel leugen. Want toen Duitsland won alles. Die leuven overal zo overheen, ja. Kijk, en dan de Engelse bericht aan. Die zeiden, nou ja, ze gaan dit weer prijs moeten geven en dat. Was er nog meer vallen en daar waren ze. Maar dat was niet waar. Want dat doet een valt natuurlijk een beetje kalm te houden en te laten geloven dat het niet wel goed. Maar de eerste tijd ging het niet goed, want Duitsland die won alles. Ja. Overal. En toen was het andersom gegaan, toen de Amerikanen erbij kwamen en de Engelsen en de Fransen met elkaar allemaal. En toen heb je vergist, want toen 1 juni 1941, toen pakte Hitler de Rusland aan. Ja. En dat was domme fout van hem. Maar daar heeft hij heel veel soldaten verloren, hè? Huh? Daar heeft hij toch heel veel soldaten verloren? Ja, miljoenen. Ja. Kijk, en toen liep hij vast in Rusland. En toen kwam de ommekeer. Kijk. En dan de Duitsers, uit de Duitse radio, Jan van de radio, maar die krijg je maar 2 stations. Zeg maar, radio, dat was radiodistributie. Een gewone radio mag je niet hebben. Maar dat was dan Duitse radio? Ja, dat was radiodistributie.
zeg maar, Aasberg had dat. Hij kreeg een kastje in de muren en hij had twee stations op. Huizen 1 en Huizen 2. Maar was dat dan de Duitse propaganda? Nee, dat was, ja, ook natuurlijk. Ja. Als ze over politiek aan, was allemaal Duitse propaganda. Ja. Kijk, en dan voor 60 cent in de maand, kreeg een kastje aan de muren. En dan had je allemaal, was net als met, ja, dat weet je ook niet meer, maar vroeger het elektrisch en de telefoon ging altijd met draden door de lucht. Ja, met, dat weet ik nog. Met palen. Ja. Kijk, en toen kreeg je die radiodistributie, die was een particulier ondernemer. En die had ook overal die palen en trok ons ook hier meest een beetje rond in het dorp. Zeg maar, die draden langs en van die draden. Ja. Kun je dan een radio creëren. Maar okay. Twee stations. Maar had dan heel Delersvaart zo'n radio dan? Hè? Hadden dan heel veel mensen in Delersvaart zo'n radio? Nou wel, ja, waren er wel wat. Maar, ja, er waren ook mensen die konden dat niet betalen. De 30 jaar waren je net achter de rug. Ja. Het was armoede droef. Kijk, nou ja, die dan weer niet betalen. Die hadden dan 60 cent in de maand. Dan had je radio. Maar er waren een heleboel mensen. Wij hadden er ook geen ene. Aan het einde van de oorlog kregen wij een luidspreker van. En mijn schoonvader die had nog een luidspreker over. En toen kregen we die en toen hebben we het ook genomen. Maar dat was pas aan het einde van de oorlog. Het was voorbij. Toen was het voorbij dus? Toen was het meestal voorbij. Maar waren er hier in Delersvaart in de oorlog veel onderduikers? Ja. Ja, heel veel. En die zaten hier overal verstopt? Ja. Ja, niet verstopt, ze lopen wel op weg. Maar die werden allemaal ondergebracht bij boerderijen hier en zo? Meest boerderijen, ja, maar ook bij gewone burgers. Wij hadden een buurman. Ja. Die had twee joden in huis. En die kwamen uit het westen van het land dan? Huh? Die kwamen uit het westen van het land? Ja, Amsterdam, uit het westen, ja. Ja, want er waren toch ook heel veel van die voedselhalers hier, toch? Ja, dat was in de oorlogswinter. Zeg maar, dat was in 1944. Toen was voedsel was op. Toen kwamen de mensen op de fietsen met een karren. Uit het westen van het land, hier naartoe, om heerappels te halen of roggen. Of, nou ja, nu maar op. En dat ging de hele winter door? Hmm? Dat ging de hele winter door? Ja. En, maar praat ik dan over 10 mensen per dag of was het geen echte... Nee, op volle weer. Maar ze gingen allemaal over. Dus hier kwamen ze, op Zuidwalden, ze kwamen in Mappels. Ja, goed, ze kwamen misschien nog wel verder in Lutten en zo. En ja, dat die als een beetje kunnen en dan actief waren, die ja. Probeerden het. Maar ze hadden soms alle karren die ze niet meer wilden en fietsen die ze in elkaar zakken. Ja. Dus dat was heel, heel beperkt. Maar ja, goed, dan kwamen ze hier. We hebben ook wel dat de mensen, ja, we hadden geen benden ervoor. Maar die sliepen dan in het okay. Waren ze. En dan kregen ze daar de dag goed eten en dan gingen ze weer verder. Ja, oké. Okay. Dus dan gingen ze weer verder. Ja. Goh. En ja, dat is natuurlijk ja, ook een heleboel misbruik van gemaakt. Toen kreeg je de zware handel. Ja. Dus bonenhandel, vleeshandel, nou, eten. Ja. Ja. Dus er zijn toen mensen schatrijker van geworden. Van anders in ongeluk. Dat is niet... Ja, het geld was aan het einde van de oorlog niks meer waard. Ja, aan het einde van de oorlog wel. Maar toen de oorlog voorbij was. Ja. Ja, toen kreeg je die ervaring. Toen moest je alles hard inleven. En dan kreeg iedereen geen tiende. Oké. Okay. Toen waren we allemaal in Marieke. Ja, oké. Okay. Heel Nederland. Ja, eempies. Ja, ja. Ja. Maar is er in Delersvaart veel kapot geschoten? Ja. Toen zo in de oorlog, op een gegeven moment, hoe zag Delersvaart er toen uit dan? Nou, okay. Dat is gewoon.
Maar door de gevechten, de luchtgevechten, dan lieten ze de bommen vallen. Kijk, en toen werden ze wel huizen in elkaar, dood mee komen. Dan woonden de Nachtegaalstraat. Ja? Weer, hè? Ja. Nou, daar op dat hoekje, aan de Hoogstraat, ja. Dat hoekje, daar woonde een jonge onderwijzer in, met zijn vrouwen. En er kwam een luchtgevecht. En toen wisten de tinten, die man, die jongen, die had het kind van boom. En die ging met het kind op daar naar beneden. Ja. En er valt een brandbom door het dak en die valt me in de rug. Door. Ja, oké, ja. En met de baby op de arm. Ja, dat is diep triest. Ja. Ja. Kijk, en dat daar, en dan ben Eugen op de Peterswieken, op Langewieken. En daar was zo'n bom dan het valt. Ja, die huizen verbrand. Ja, wat zijn hier ook vliegtuigen neergestort? Ja, maar. Een kolenbrand in het bos. Kun je nog wel zien wat die op zijn gedenkteken in het bos zag. Ja. En dat ze die neerscheurden, toen sprongen ze eruit. En een jongen met de parachute die vlag in brand. En die zwiep. En zo met de radgang. Is wat, naar beneden. Ja. Maar waren hier ook veel verzetsgroepen hier in de omgeving? Ja. Maar wat deden die groepen allemaal dan? Ja, wat deden die? Dus bon verstrekken, onderdrukken helpen. Van alles nog wat. Ik had verkering. En de buurman van mijn meisje, die zat ook zwaar in verzet. En dan, als we stonden de vereniging bij de gashalden was dat. Ja. Ze stonden de gashalden op maandere plek als nou, hè? Ja, iets naar achter toe, niet? Ja, iets naar de Zuidwaldenstraat. Ja. En daar woonde mijn schoonvader. Ja. Mijn schoonvader was beheerder van de gashalden. Oké. Okay. Die buurman had ook zwaar in verzet. En als we dan bij de gashalden stonden de vereniging, dan waren ze in de werkplaatsen aan het oefenen, jongens, met machinegeweer. Schieten? Ja, nou ja, niet echt met kogel natuurlijk, maar om te leren, om met zo'n ding om te gaan, nadat hij in dienst moet, ja. Hij moet leren hoe hij een geweer vast moet houden. Ja. Ja. Dus en er waren, zeg maar, jongens die, al de militairen die dat kennen en die in het onder in verzet zaten, ja. Die dan andere jongens die in verzet zaten, ja. En geen militaire opleiding hadden, die om dat te leren. Ja, zo'n soort dingen. Maar ja, goed, dat. Nou ja, dat heb je distributiekantoor overvallen. Waar stond het distributiekantoor dan? Waar Varenwijk nog woont. De hotel. Oh, waar meneer Varenwijk woont. Huh? Waar Gerard meneer Varenwijk woont? Nee, de zaak. Dat was een hotel. Ja. Was aan te vertellen, maar toen die mensen. En toen heeft de gemeente dat gekocht. Ja. En die had een distributiekantoor daarin. En die is ook overvallen, dus? En die heeft ze overvallen. Ik heb. Ja, dat is jammer. Mijn kleindochter heeft een boek. Ik heb er een boek van. Dat was een broer van Johannes Post. Ja. Johannes Post, hij was overreur. Ja, zeker. Nou, die woonde in Nieuwlanden. Ja. Was in zwaar, ja, die heeft ze later ook doorgescheurd. En dan broer van. Ja. En die woonde in Kamerijland en die heeft ze de hele boerderij overgebracht. En die zat toen ook zwaar in verzet en die in zo'n verzetgroep. En die groep die heeft hier het distributiekantoor overvallen. En die overval is gelukt toen? Ja. En die bonden zijn toen overal naartoe gegaan? Ja, die werd verdeeld onder de onderdrukkers, hè. Maar die hadden nog geen bon. Ja, die hadden niks. Nee, maar die bestonden eigenlijk niet. Die bestond niet. Nee. Maar weet je, waren hier ook onderduikers Holm dan in de omgeving? Ja. Ik heen ging? We gingen de hele oorlog met onderdrukkers, hè. Maar jongens uit Westen en. Maar die zaten dan bij mensen thuis of waren er ook van die Holm in de bossen hier, zeg maar? Nou, hier aan de fort
denk ik niet, wel iets verder. Mijn zwager die is dan voor ze in de krim onder de deur gezeten. En dat dan zwaar, maar daar zaten ze dan s'nachts in, hè? Oh ja. Niet dat ze, ik weet niet, dat was op de Veluwe, daar heb je maar zo'n soort dorp, ze hebben onder de grond, in de bossen. Oké. Okay. Die mensen zaten er altijd in. En, maar dat zijn maar hier wel, en dan vaak, nou ja, bijvoorbeeld een eerafel voelen. Ja, ja. Dat ken je nog. Ja. Nou, dat weet ik dan nog, op Tommeglaal, een eerafel voelen. En, maar dat was geen eerafel voelen meer. Maar dat antwoord was Udegraam. Ja. En daar, als er een razzia was, ja, dan hangen ze daarin. Ja. Ja. Oh. Kijk, en zo kan je meer van die dingen. Maar waren er op een gegeven moment veel razzia's hier in het dorp? Ja, ja, nog eens gereerd, dan zijn er nog een razzia. En dan, ja, ik heb ook wel een paar nachten in feestvuur die slapen of slapen. En van slapen kwam niks. Maar dan zat hij dan met mannen drie, vieren. En dan, nou ja, kwamen niet in de slaap. En dan, s'morgens, dan kwamen die weer uit. Ja, maar waarom moest u daarin zitten dan? Omdat u... Nou, als ze wat hadden, dan noemen ze razzia. Dan noemen die Duitsers, gewoon bij u belangers. En als ze dan jongens, zeg maar, van 16 tot een boom, 16 jaar, en nu waren ze dan geen goede papieren, dan werd niet meer nemen. En dan moest je werken in Duitsland? Ja, dan kwam je kamp in en dan moest je werken. Ja, er was een keer op zondag een rasje, hè? Ja. Ja. Nou, er stonden allemaal Duitsers bij de uitgang van de kerken. Bij de hervormde kerk? Alle kerk. Alle, ja, en toen? Ja, de hervormde, de gereformeerde, de roomse, alle kerk, daar stonden ze bij. En als de kerken eruit kwamen, maar ja, toen was er al berichtje dat ze zonden en dan die jongens die vlogen overal en dat boom in de kerken. Nou ja, ze gaan zo ver vandaan. En alle jongens die de papieren niet goed voor elkaar hadden, die moesten weg? Ja, die werden meegenomen? Die werden ze meegenomen van kamp. Ik had een huiswijs, dus ik stapte daar gewoon uit en ik liet zien en dan liet me gewoon lopen. Een ausweis, wat houdt dat in dan? Dat was een nou, een ausweis, dat is in dat je papieren nam, dat je gevrijwaard waren voor werk in Duitsland. Ja, want u hielp uw vader op de boerderij? Moet ja. Oh ja, zo. Daarom kreeg ik een ausweis. Ja, oké. Okay. En mijn vader die werkte aan was kantonier, die werkte aan de kanaaldiek. Ja. En zodoende kreeg ik een ausweis. En nou ja, dat heeft mij de deur als leven. Maar uw vader was kantonier? Hmm? Oh ja, die werkte aan het kanaal, hè? Ja, die zijwanden en zo, hè? Ja. Ja. Zeg maar, iedere keer, ja, dan waren de stukken van het kanaal, dan die wal die hangt kapot. Ja. En dan moesten ze dat weer maken. Nou, dat ging toen allemaal in provisorisch. Ja, het is nou wel anders. Jan, zeg maar. Paardjes, zo gehoor paardjes. Ja. En die werden dan allemaal naast elkaar naar binnen slagen. Ja. En dan had je twieg van die wilgen van die... Ja. Van die en die werden de deuretten vlochten. En daarachter kwam weer zand en zooi gefrost. En dan was dat weer klaar. Maar dat deed uw vader. Maar kwamen ook Duitsers? En we hadden een klein boerderij. En daardoor kon ik. Ja, hoefde u het leger niet? Hoefde u niet zeg maar naar Duitsland toen niet? Nee. Maar ik was toen later, in 1944, toen de Duitsers steeds terug hadden. En toen moesten we hier naar Hasselt. Ja. En loopgraam graven. Ja. En dat was ook wel. En er moesten meer mannen hier uit het dorp? Ja, alle kerels. En in de vrachtwagen of zo? Nee, op een fietsje. Naar Hasselt? Ja. En elke dag weer? Ja, meer een fietsje van
van autobahnen of Altenvelders en zo. Ja. De fietsen waren allemaal kapot, zoals wel. Ja. Maar dan ging je elke dag op de fietsen. Ja. En op de fiets weer terug. Ja, nou, ik had geluk. Want mijn vader had een nicht in Hasselt wonen en daar kon ik blijven slapen. Oké. Maar maakten de Duitsers ook gebruik van het kanaal, dat ze met bootjes hier kwamen? Nou, de varen met schepen. Maar dat ze met spullen met vervoeren. Maar er werd ook steeds gevolgen, want er kwam, toen was ik dan vertellen dat die jagers die dingen eronder kregen, dat ze die zo gauw weer terug moesten. Ja. Die kwamen er langs en hangen de boom de voort langs de met een machinegeweer en dan scheurden ze zo op die schepen. Op de Hollandse schepen? Ja, dat waren gewoon Hollandse schippers. Er waren nog wat boelen die schip hadden ze achteruit wegstappen. Of wegstappen, maar wel uit zicht. Maar die hadden en die werden, ja, maar die Jan ook niet. Ja, Jan is te koop. Als je een schip, een mooi groot schip aan, en er kwam bij jou, en zei, wij moeten een schip hebben, dan moest je mee. En dan moest je, was ze dan zelf vervoeren, want dus, dan was je zelf geen baas meer over. Dus er werd het schip gewoon gevallen? En dat was met de boeren, met peren. Je bent gewoon afgepakt? Ja. Als je, nou, het begon dan met de fietsen. Oh, ja. Dat was zo dat de moffen, daar maakten we schrapjes over. Ja. De moffen allemaal fietsen, onze fietsen meenemen. Nou, daar begonnen we dan met. Dan dacht ik zo, ja, moest een fiets hebben. En boeren moesten peren in leven. En zo'n schip moest je beschikbaar stellen. Nou, mijn vader die even op Nippen die meemaakt, dat was bij Lucesse. Dat de ruïne kwam, die begonnen te schieten. Dat, weet je wat een bok is? Ja, dat is zo'n platte schip, boot, zo'n... Een punter. Ja, zo, ja. Nou, en die kun je voortbewegen, dat noemen ze dan een boom, vaarboom. Ja. En die zet je dan achter in die bok, en dat moet je kennen hoor. Ja. Dat moet je eerst leren nog. Ja. Maar als dat niet goed kan, dan vlucht die bok alle kanten op. Ja. En, maar omdat mijn vader al aan die wallen werken. Ja. Dus, en toen kwam de jager en die schoot de schilfers van de vaarboom af. Oeh. Maar je bent ook mensen in het dorp, een schipper, door de scheuren. En dan kwamen ze over de voort en zo met de voort mee. Hier langs het kanaal, hier? Is ja. En dan schoon ze zo'n schip? Ja. Nou, één keer was ook een... Ik geloof dat het ook op Pinksterdag was. Ze hadden me achter thuis. En een buurmeisje was bij ons op visite. En ineens komt er zo'n jager aan. En dat is heel raar. Want dan is hij echt een vriend of zo. Dan nu de buren, waar ze dan zo op hoe aankomt. En je moet dus zien, dus net als ze... Zo'n rechter vooraan komt. Ja. Maar wij dood benauwd. Ja, boe. Maar daar gingen ze zo de voor over en we schepen lagen. En hier is ook wel een schip naar doorgeschoten die bij zijn schip zat. En ik heb een jongen gekend, die werd ook geraakt. Die was zien verder de last van dat ze met een kogel in het been had. Oeh. Maar dan waren die dood benauwd hoor. Ja, dat geloof ik direct. Want dat is een heel, dat kun je niet bepalen. Hè? Dat ligt, maar dat ligt dan veel erger. Dan wint ze nog een heel einde weg. Zo. En dan ligt net als ze zo op hoe aankomst zijn. Als het niet zo in één keer. Ja. Dan zijn ze er ook. Ja. Oeh. En dan bent ze. Ja, we zijn vrij leren, dan duk ze, want die jongen die laatste, die durven ook van alles te wagen. Er zijn ook wel dingen, echte gewone mensen, Hollandse mensen die het nergens mee te maken had, ook wel doorgekomen. Ik was een aan Denensvoort, want die had nog geen brand, hè,
alles was op de bon. Ja. En in één keer in de maand kon je op de bon ging, zeg maar, een meter brandhout kopen. En zo was dat. En was die man, die kon aan de nog. Toen waren ze ook een hele stukken veen, was er, de muiter gewoon niet meer weer was om te ontginnen. Toen in de oorlog begonnen ze daar weer mee. Dan werd het wat, dan woonden ze, graven ze er wat er nog zat. En dan mochten ze er een turf van. Ja, hadden ze toch nog weer warm. Hadden ze toch nog weer warm. En er was hier een man aan Dedensvoort. En die had ook dan dat gekocht. En die haalde een wagen met turf al die ophalen. En met die wagen in het veld. En er komen ook jagers aan. En die jongens die werden natuurlijk wat beweegd. Wat wagens, auto's. Maar ja, waren alleen maar Duitsers eigenlijk meer. En op schieten. En die hadden natuurlijk ook een jong nu verder. Want moet je niet vergeten, ik ben wel jong van 18, 29 jaar. Dus ook soms krijgen dat ze ook dachten van, nou, we houden ze even sporen. Want dat is zo. En die man die is in het veld om de turf op te halen. En komen jager aan en die raakte mijn been. Dat was mooi zijn been geweest. Zo. Dus die verder alleen maar met een kunstbienen lopen. Goh. Kijk, en zulke dingen. Ja, iedere keer weer wat anders. Maar ja, er werd wel gewoon doorgewerkt in de oorlog hier in het dorp. Alles ging op dat gebied wel gewoon door. Ja, natuurlijk, moest je wel. Maar hoe was dat dan? Het leven ging wel door. Kijk, het was een apart leven, een gebonden leven. Maar het moest wel gebeuren. De boeren moesten gewoon hun werk doen. En ambachtsmensen, de hele boer, die werden op vliegvelden te bouwen en of bunkers te bouwen. In Duitsland? Ja, ook, je hele kust was er vol bunkers. Ja, ja. De hele kust langs was. En dan talloze vakmensen die zijn opgekomen en die moesten dat maken. Ja. En ik heb, wat ik net zei, die buurman van mijn vrouw, die was ook timmerman. En die ging expres naar Frankrijk, naar een vliegveld te bouwen. Ja. Maar dat deurde hij alleen, dat was zo, dat hij alleen, dat was hij dan. En dan maak je aantekening over de landingsbaan en over de dingen en zo. Ja. Durmen. Want hij werkte in verzet, ja. Maar het werkte niet voor de Duitsers. Alleen drummen om dat op papier te zetten, ja. En dan gingen we naar Engeland. Ja, ik snap het. Dat ja. De Engelsen wisten, hoe was dan zo'n vliegveld erbij lag, ja. En wat waar zat. Zulke dingen uit dan. Ja. Maar ja, het was allemaal verplicht werken. Zeg maar, dat wij openroepen en dan werd hij hier. Nou, want ook zeg maar, zoals bij Wavelte hebben ze nu ook een vliegveld gemaakt. En dat is gewoon, wanneer de jongens oproepen met een machine naar Wavelte en het werken aan het vliegveld. En dan werd het gebouwd. Ja, alles was onder dwang. Ja. Alleen zeg maar, nou ja, ook eigenlijk wel wat, zoals een boer, die misschien boeren werk doen, maar dat moest wel doorgaan. Dus er veranderde er niks aan me. Alleen. Zeg maar, die waren niet de baas over hun eigen spullen. Nee, want de Duitsers zijn. Ja. Zoals. Als de boeren naar Duitsen waren, ja. Dan stond er altijd een man bij, een controleur bij, ja. Om te kijken dat ze geen zwaar wegvoerden. Oh, dat ze. Ja, 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 ja. Kijk, als ze Duitsen, en er was geen vallen bij, dan gooiden ze iedere keer. Een zak met rachen of tarwe of zo. Maar je moest in principe alles aan de Duitsers geven, maar dan hielden ze het ertussenuit, zeg maar. Ja. Oh, dat is natuurlijk, ja. Clandestien. En ja. Dummers zijn er ook altijd een controleur bij. Maar ja, er waren nog een heleboel bij goeien. En dan werd er wel, want dan werd het vaak wel overlegd. En op een of andere manier, dan werken ze toch iedere keer wel een zak vol achteruit. Ja. Wel. Ja. En zo ging dat. Maar hier waren toch ook Duitsers gestationeerd toch in het grote huizenland zich toch?
Ja, dat was Jozef, dat was politiedienst. Dat was niet zo beste. Als die hoefde pakken kreeg, dan geven we de bel. Maar wat gebeurde daar dan? Ik ben vergeleken met het politiebureau. Sicherheidsdienst. En dat was dan de Duitse politie? Ja, sicherheidsdienst. Zo noemde dat. En die waren altijd 's nachts aan de weg. En overdag ook. En die commandant die had altijd een groot adresant bij hem. Jozef. Ja, de achternaam weet ik niet meer. Maar in Huizen Paraat. Ja. Daar hangen de Duitse soldaten die dan op de scholen zaten, wat eerder de Hollandse deuren. Ja. Vliegtuigen bekeken. Ja. En die zaten allemaal in Huizen Paraat. Die grote villa daar. Ja. Ook op de hoek van de. Ja, bij Hartje maar daar zo. Hmm? Daar op de, bij de brug. Ja. Maar ja, dat waren allemaal kerels van 50, 60 jaar. En die deurden zo gebaardig. Ja, want zouden die mensen zelf de oorlog leuk gevonden hebben, die Duitsers? Hè? Zouden die Duitsers zelf de oorlog leuk gevonden hebben? Allemaal niet. Nee, hè? Nee, iedereen die heeft er niet veel. Je moet maar een gezin met vier jongens hebben die in Duitsland en de oorlog maar. Ja, en ze komt alle vier dood weer terug. Ja. Dus dan. Nou ja, dat waren natuurlijk dat die mensen, want ze kregen het wel beter. Dus toen Hitler kwam, ja, toen werd het wel iets anders. En dan kreeg je dat. Ja, ja. En ook benodigheid. Ja. Zeg maar, een dictator, als ze iets niet doen wat niet goed was, dan waren ze erbij. Ze waren ook doodbenauwd, net als wij. Mienen die niet vertrouwen dat hij was zijn. Dat zo was het ook, maar niet alle Duitsers. Dat zullen we heel raar vinden. Dat alle Duitsers zo waren. Dat zijn ook mensen die dat zagen, hoe ze te geven en wat ze deden. Dat stuit u de hoofd in de borst. Ik bedoel maar, ja. Zoals toen de Kristallnacht, dat ze de Joden alle winkels en zo kapot geslagen hebt en geplunderd hebt. En zo, als je dat dan ziet. Ja. Dan moet je al van heel slecht zijn en zeggen van dat is mooi. Maar er waren wel mensen bij die waren helemaal gedrogeerd. En de Joden, die moesten weg, want dat was het kwaad. Maar die Kristallnacht, dat is ook hier gebeurd, in het dorp? Nee, dat was in Duitsland, hè. Oh ja. Daar is het mee begonnen. Ja. Ja, dit triest. Zeg maar, als het begon dat Hitler aan de macht kwam. Hmm. Het was een angstige tijd. Die zaten altijd wat in spanning. Maar gewoon het dagelijks leven, ja, daar merkte men er niet veel van. Alleen als er weer een opgepakt was, hè, of doorgeschoten was, dan gebeurde ook nog eens een keer mensen die als gepakt waren. Ik heb niet gezien dat. Maar ik was er vlakbij. Dat is een jongen die zat in kamp Erika en om. Ja. En die moest hier eer afgeschrapen bij die kringleider, was ik dan eerder ook zei, ja. Bij ons wonen. En toen waren ze smiddags aan het eten en toen slipte hij er tussenuit. Maar toen heeft ze hem wel weer gevangen. En toen heeft ze als het ware doorgeslagen met de kalf van geweer. Onvoorstelbaar. Ja. En verschillende jongens, wel ook die gepakt werden, niet meer kwamen. Jongens die in Duitsland werken, een stuk of wat, die bombardementen kwamen. Er is ook een jongen hier vlak, twee hier. Maar die jongens die waren? Nou, die moesten naar Duitsland werken, maar die met bombardementen doodkwamen. En Ine is de zeunen. Nee, allebei, die zegt dan, of hier door de buren, twee Ine's de zeunen. En mooi door. Nou, is wat, hè? Ik vind je nooit weer wat. Nee. Ik vind je nooit Duitsers weer zien. Nee. maar dan de bevrijding. Weet u dat nog, hoe dat ging in die tijd? Ja, dat heb ik ook van kort bij je meegemaakt. Maar hoe was dat dan? Hoe ging dat in zijn werk hier? Nou, dat is.
Heel simpel. Ja. Maar het was niet zo leuk. Nee? Nee, joh. In 6 april. 6 april 1945. Ja. En zo niet zijn de Canadezen gewoon. En toen kwamen er een stuk of 2, 3 van die panzervoertuigen. En die kwamen zo daar binnenin. Waar dan? Nou, ze kwamen vanaf Lutten. Dat kwamen vanaf Wartenberg. Ja. Nou, en in de bus, appartement bij het busgebouw. Ja. En er was toen tram. Ja. Tram was erbij. En daar zaten de Duitsers ook in. Die hadden er ook opslagen en zo. En toen zijn ze daar. De Canadezen met haar. Dat je valk helemaal. En toen kwam iemand die reed een lange wieg over. En naar de beurten waar we net van al eerder over hadden, maar die gaan ze maar staan. En dan kun je zo weer terug door voor langs. Ja. Dus die kwam zo terug. En die ging, zeg maar, als je daar de stuw hebt in de voor. Ja. Hier bij het kanaal, hè? Ja, ja, ja. Daar ging je staan, bij de tandarts. Er zit een tandarts, ja, ik weet niet meer. Ja. Nou, en die Duitsers. En de andere ging staan, waar vroeger garage Witten was. Ja. Weet je dat? Ja. Nou, en toen, die Duitsers, die vluchten weg uit die gebouwen van bij de tram. En toen scheurden ze allebei, de dien in scheurt van deze kant. En die had eerst in de scheurt van de andere kant. Zo, en dan. Ik sta met mijn wagen ertussen kijken. Ja. Ja, wat schieten. En die Duitsers die liepen dan en dan lieten ze vallen en dan scheurden ze weer. En dan kwamen ze in de wien en dan scheurden ze weer overeind. Ja. Nou, en we stonden naar hem te kijken. En toen kwamen er 2 kerels bij ons eruit doen. Lopen kijken. En ik dacht aan ze, wat is dat? Toen zei nou, er komen allemaal Duitsers aan. En die gaat u ze nu aan. En hij had een keer terug. En ze loopt me weg. Toen stond er achter de, van de graaf. Zeg maar, alle ver tussen de graaf en de lange wieg. Ja. Daar stond ook nog een boerderij. En dan ben die bij de keel zijn gegaan. En was geen, maar die hadden geen vee meer. Maar die mensen aan, op de koegruppen aan zijn knieën hadden staan. Ja. En toen heeft die kerels bent eronder gekruipen in die koegruppen. En toen zei hij, ja, wat mag nou? Toen zei hij, potverdikke. En nou, we gaan een kebak in het land. We gaan het land in de hoog als een kebak. Nou, laten we dat maar doen. Nou, we zitten achter de kebak. En ik word weer benauwd. Ja, ik voelde me niet goed. Ik denk, nou weer wat. Want vroeger lopen we in Kamp Laan dan, als ze rondom me in sloten. Ja, ja. En ik denk, weet wat, ik loop naar de sloot en dan ga ik in die sloot liggen. En ik loop gelukkig eerst zo op die sloot aan. En toen, de belangers, en toen scheurden ze op mij. En toen zijn we een paar honderd meter verder. Toen kwam die groep Duitsers kwam ver over de weg. Ja. En de andere groep, die kwam 8000 langers. Zo. En toen was ik vrij kwam, toen ze mij zagen lopen. En toen scheurden ze. En toen liet ik me zo vallen in de sloot. Toen lag ik zeg maar half in het water op de wallen. En godverdorie man, 6 april. Ja. Koud. En ja, wat mag nog. En het lag er maar. En toen niet zorg ik praten. Toen kijk ik zo over mijn schouder achteruit. En toen kwamen ze allemaal aan. Met geweer in aanslag. En voor die sloot. Dus ik lig hier in de sloot. Ja. En hier sprongen ze erover. Daar kwamen ze op voor de sloot. Ja. En ze waren op de molen aan. Ja. Dus ze keken me steeds naar de molen. En ze staan voor die sloot. En ze sprongen erover.
En de laatste blijft staan. En ik kijk zo om me. En ik kijk zo het land en ik denk, nou gaat hij me door. Mijn haar, boep, 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 wat klopt me allemaal. En verdorie, hij keerde me om en hij springt ook over de vloer. Nou, toen lag ik en nogmaals, daar liggen we erin. En toen kwamen ze hier bij de tram. En dan de panzervuist bij haar en geweren. En toen scheurden ze, want toen waren ze in Tidal. Mensen waren helemaal uitgeladen. Ja. Dennis Beer is opgepakt al wat. En een Duitse vrouw, die had allemaal vastgezet in het hoofdgebouw van de tram. Dat zeg maar door. Bij ja. De busrestie nog zo'n groot gebouw, hè? Ja, een oude busstation. Ja, waar, dus een oude busstation. Ja, en ja. Dat waren vroeger de kantoren van de tram. Ja. Maar daar hebben ze toen woonhuizen van gemaakt. Ja, ja, ja. En daar zat, stond een boel volk om me toe, waren nieuwsgierig, want die hadden die Duitse vrouwen door, en NSB'ers door, en nou ja, en we gingen dan lachen en de gek aansteken. En er stond al een heel groepje voor. En toen niet kwamen die Duitsers voor de dag. En die vleugden alle kanten op. Maar een heleboel vleugden toen bij de mensen om dat huis toe, bij die huizen, bij de mensen in de kelder. Maar die hebben ze er allemaal uit gehad. Ja? En een dikke 30 man, die daad in de nekken. En die moesten allemaal bij zijn Ballenbrug lopen. Ja. Maar toen bleef ik nog liggen en nog liggen. Toen hoorde ik dat schieten en die panzervuisten en geweren. Ik denk, ik moet nog wat. En ik denk, ik ga verder. Heb ik me helemaal in het water laten zakken. Ik ben zo langs de kade gegaan. Kijk, en dan heb je zo'n sloot en dan kreeg je weer zo'n sloot. En toen, als ik bij die sloot was, ben ik er net in gekomen. Kijk, en dan vanaf de weg ging zicht op mij. Hè? Ja. Maar, ja, toen ze ging nog mijn procedure. Ik denk nou, als ik me hier door ga, of ze schiet me door, kan me niks meer zeggen. Toen ben ik de Rutte gekomen. En toen stond mijn vader weer achter thuis met de buurman te praten. Ja. Nou ja, toen schreeuwde ik en toen, zoals zo goed en zo kwaad als gewoon, ben ik naar Rutte gelopen. En, toen heb ze mij, mijn vader en mijn zuster, op de koestal hebben ze mij uitgetrokken. Ik zat onder het roet en de modder en alles wat ik was. En heb ze me eenmaal een boze vreem met aandoeken. En toen ben ik in bed gegaan. En toen lag ik net in bed. En toen kwamen die, met al die 30 mensen, met aan in de nekken, de langers, naar de balk toe. En die Duitsers hadden die mensen meegenomen? Die namen die Duitsers mee, ja. En dan zijn ze daar doodgeschoten? 9. Poeh. Met er 9 van doodgeschoten. 5 bij mij in de buren. De laatste dag van de oorlog? Ja. Diep triest. Ja, ja. En ik had toen de eerste 5, toen zijn we daar bij de melkfabriek. De melkfabriek die aan de balk. Ja, 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 ja. Stonden daar bij de, toen waren er geen stoplichten, maar er waren nog de stoplichten staan. En toen moesten ze nog, de voort was er toen nog. En toen ze 5 en toen zijn ze voorwaarts, moesten die mensen recht in Dedensvaart lopen. En toen liepen ze in Dedensvaart en toen scheurden ze. En toen, een jongen, mijn buurman van mij, die bleef lopen en die scheurden ze door. En een buurjongen van mij, die, met nog 2 andere jongens, die sprong ervoor in. En de andere, ja, Bart Boertjes, die heb ik niet meer gekend, hè? Nee. Dat, die had vroeger ook een winkel op, ook aan de Lange Wiegen, maar ook op de Julianestraat. En die sprong de weg over. En die is, zeg maar, daar bij het melkfabriek langs, daar het land in de vleugel. En die 3 andere jongens waren in het water. En die ben de voordeur gezwamd. En die ben zo weggekomen. En een buurman van ons, die bleef lopen en die schoten ze door. En
toen deunde dat niet meer. Zo hadden ze een voor een, want die zaten bij, wat nu, dat taken staat weer, hè. Ja, ja, ja. Dat was, toen dat was, dat zat een ander, hè. En daar hadden ze in huis, in het café, hè. Ja. En toen gingen ze stuk voor stuk, man voor man, de weg op. En dan scheurden ze met de revolver achter het oor. En zo hebben ze de neer doorgescheurd. Oh. Ja. Dat was geen mooie bevrijding. Nee, jongen. Maar alles zat in zakkenas. Dus... Maar... Goh. Ja. Dat is zoiets voor je die nooit weer, hè. Nee. 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 Goh. Ik dacht dat iedereen dan blij was hier en... Waren ze, ze waren helemaal naar buiten doen. Maar dat is niet... Ze hadden naar vlaggen in de... Maar dat was een hele domper dan aan het einde weer. Dat was een hele domper toen. Ah ja, joh. Maar was toen... Dat mensen maar niet meer gelukkig weet, ja. Goh, maar... Dan ben je bevrijd en dan denk je nou naar boven de rust. En dan kreeg je dat. Ja, dat is niet te beschrijven. Maar is later hier die bevrijding wel gevierd in het dorp? Ja. Ja, daar ontkom je niet aan, hè. Als volk is je helemaal de bal. Ja, ja, ja. Ja, ook geen wonder. Ja, hij heeft 5 jaar onder de knadden zitten. Ja. Maar ja, kijk. Want ja, dat is dan altijd, vind ik dan het broerste van die mensen die de zeunen of de vader, ja. Hè, kwijt waren. Boeg. Die heeft geen zin aan feesten. Ja, nee, ja, absoluut niet. Nee, joh, dat is... Absoluut niet. Goh. Nee, dat is... Dat was wel wat. Maar... Dat was de oorlog. Ja. Dan praat ik de volgende keer eens over na de oorlog maar eens. Dat wordt... De oorlog wordt mens en beest. Ja, hè? Ja. Ja. De oorlog heeft mij helemaal... Ameland. Ja? Ja. 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 Ze hebben pas door en een stuk zo erg gehad. Toen ik 17, 18 jaar waren, toen was ik vrijwillig in dienst. Ja? Ja. Man, dan een prachtig. Ja. Mooie verhalen. Ja. Maar toen de oorlog werd... Waar was het blad aan de boom aan te zetten. Ik ben pacifist. Ik ben hartstikke tegen geweld. Ja, ik ook. Ja, oh, je bent pacifist? Ja. Ja. Het lost niks op? Nee, het lost ook niks op. Maar dat is ja verschrikkelijk. Uit dat nagen, ik zie dat zo. Dus daar heb ik ook geluk mee gehad. Ja. Ik moest in dienst. Ik heb, dat 17 jaar waren, was ik vrijwillig in dienst. Ja. Was bij de marine. Waar dan? In Den Helder? Ja. Maar toen liepen alle jongens bij u zijn geen werk. Dus iedereen was wel in dienst en hij de kost werd eten en dan kreeg ook nog gewoon in de wegen. Ja. En toen wilde ik ook, maar je wilt niet weten waar je allemaal moest verrijden. Dus ik kreeg van elkaar dat ik gekeurd werd. Ja. En toen was ik in kamp en toen werd ik afgekeurd. Ja? Ja. Nou, ik zat in zakken en dan zei ik, oh. Ik werd afgekeurd dat ik niet de tand miste. En dat ik het spijs laten doen, en ik had een slechte tand. Ja. En ze zeiden, bij de marine, een steungeuring, er mag niks aan me keren. Dus die tand, die was wat anders, gewoon naar de tandarts. Ik zei, nou, die moet gemaakt worden, zo goed als het kan. Ik zei, nou. Als het zo goed als het kan, dan moet je een plaatje nemen. Ja, 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 ja. Met een losse tanden. Ja. Plaatje nemen. En dat doet met de nekken. En wie gelukkig was. Ja, maar anders had ik, ja. En ik kwam in dienst, ik was al Nederland, hè. Ik had alles al bijna. Moest ik de mond los doen. En toen zei ik, liet je maar weer aan. Dat gaat niet door. Want als je dat kreeg in de dienst, dan was het goed.
Maar als je voor de dienst hebt, dan pakken we dat niet. Dus toen ging... Ik dacht, oh, dat giet me mooi het zit. Dat giet me mooi het zit. Maar dat was dus in 1938 of zo was dat? Ja. Ja, 37. Of 37. En ik, dat jaar erop moest ik gekeurd worden van mijn nummer. Ja, oké. Okay, ik denk, oh, dan word ik afgekeurd en nog iets, al dat mooie, en met kwiet. Ja. En, maar toen was ik wel goed. Ja. In de militaire dienst. Ik weer stroom geluk. Want je bent toen wel geen marinier geworden, maar in militaire dienst. Huh? Je bent er wel militair geworden toen? Nee. Oh, toch ik niet? Ik moest er wel aan. Ik was wel goed gekeurd. Toen het oorlog werd? Nee, ja, voor de oorlog. Ja. Je was toch afgekeurd? Ja, vrijwillig voor de marine. Ja, Ja. Ik was als vrijwilliger. Ja. Maar voor mijn nummer moest ik toen nog gekeurd ja. worden. Ja. En toen werd ik wel goed gekeurd. En toen. Toen ik in dienst moest, hè. Toen aan de eerste, mijn kameraden, waar ik met mijn rummen gewoon een goede vriend, die hadden dan anderhalf jaar in dienst geweest. Ja. Zijn maar een hele, ik wil het nou zo zeggen, een jongen van de slager. Ik zeg, God, wat ben je dan? Ga je nooit aan? Ik zeg, nee, doe maar rustig aan. En die zat toen, en die jongen, de eerste de beste dag, van de oorlog op de Grebbeberg werd hij doorgeschoten, 18 jaar. En later, ja, ook goede collega's en buurjongen. Nee, een buurjongen die was direct de eerste dag een krijgsgevangen. En die andere die was ook op de Grebbeberg en die kreeg een granaatsplinter in de billen. En dat waren allemaal jongens van mijn leeftijd. En toen was ik anderhalf jaar later en dat was mijn geluk, want ik moest in mei. In december 40, 1940, moest ik in dienst. Yeah. En 10 mei brak de oorlog uit. Yeah. Dus toen was ik niet meer in dienst. Dus ik had een strandgeluk met dat. Ja. Yeah. Poeh, anders had het er heel anders uitgezien. Nou, ja. Poeh. Ja, ik zeg wees voor de grap. Dan had ik op de boeren van de jaar was eerder. En ik bij de marine gekomen was. Ja. Yeah.